Nou, hier heb ik niet veel meer aan. Dit is een hele oude kaart. In Museum Twintighoeven, dat is hier bij de Viersprong, maar dan aan het einde van de Noorderelsweg, hebben ze ook een oude kaart. Misschien hebben we daar wat aan. De kaart vertelt eigenlijk het verhaal van het ontstaan van de Biesbos na de Sint-Elisabethsvloed in 1421 tot zo'n beetje de afsluiting van het Volkerrak en de Haringvliet. Bijna 40 jaar geleden is de kaart getekend vanwege de opening van waterwinningsbedrijf Brabantse Biesbos. Een cartografisch hoogstandje dat snel was uitverkocht. Een paar jaar geleden is de kaart herdrukt. Het bijzondere van deze kaart is dat je eigenlijk kan zien, aan dit kleine kaartje, hoe de grote water uitzag voor de Sint-Elisabethsvloed. Het was dus een groot poldergebied tussen Dordrecht en Geertruidenberg. En in de nacht van 18 op 19 november 1421, toen de watersnood kwam, de Sint-Elisabethsvloed, is die polder eigenlijk verdwenen, het gebied. En in de loop der jaren is toen de Biesbos ontstaan. Dat heeft wel even geduurd, zo'n 550 jaar. Hier zie je wat ontwikkelingen zoals de Biesbos zich ontwikkeld heeft. Toen is halverwege de 19e eeuw is de Nieuwe Merwede gegraven. Dat is deze rivier. En die rivier die loopt hier achter, langs de Kop van het Land en dergelijke. Dat is de Nieuwe Merwede. Na die tijd zijn ze begonnen met inpolderingen, al dat soort dingen meer, tot wat het nu is. En nu wordt het alweer gedeeltelijk teruggegeven aan de natuur. Om compensatie voor andere gebieden die bebouwd gaan worden en dat soort zaken. De kaart, 100 bij 70 centimeter groot, gedrukt op zwaar papier, kost bijna 20 euro. Het museum heeft er nog een stuk of 30 liggen. Als ze op zijn, dan proberen we weer nieuwe bij te bestellen. En dat is altijd even afwachten of dat lukt en hoeveel exemplaren we nog te pakken kunnen krijgen. Maar als we door onze voorraad heen zijn, dan geven we het niet op en zeggen we niet van we hebben het nu niet meer. Proberen we hem toch weer te pakken te krijgen. Als je hem wilt hebben, moet je dan denken dat je bij het museum niet kan pinnen.